Nou, het gaat over jouw vader, hè? Ja, het gaat over mijn vader. Wie heet Ras? Wie heet Ras? Nou, vertel eens. Nou, mijn vader die zit elke zaterdag en zondag te zeuren over hoe goed hij wel niet is. En hoe goed hij wel niet was vroeger. En dat hij zo naar AZ en Ajax kan. Ja. En daar word ik zo misselijk van. Ik moet het elke week weer aanhoren. Hoe goed hij kan voetballen? Nou, hoe goed hij kan voetballen. En daar word jij niet goed van? Daar word ik niet goed van. Nou, ja. Wat kunnen we daaraan doen? Ja, wat kunnen we daaraan doen? We kunnen hem filmen. En dat hebben we gedaan, stiekem, toen Ras afgelopen zondag voetbalde tegen Bergen. Harry ging met het bandje naar zijn huis. Ja, hij moet op nummer 33 wonen. Hier denkt hij dat hij Robert en Brink is. We hopen dat hij thuis is. Ze hebben in ieder geval een hond. Ras! Hoi! Hallo! Dat zal wel. Hallo! Ras Brakel, toch? Ja, dat denk je goed. Ik ben even gekomen om jou iets te laten zien. Zo. Is dat goed? Ja, dat vind ik best. Mag ik even binnenkomen? Ja. Oh, nou wordt het opeens Henny Huisman. Oké, dan komt ie. Even wachten hoor. Even kijken. Hoe het hier werkt. Ik een duwtje geven. Ja. Gespannen wacht Ras Brakenhof op de confrontatie met zichzelf. Oké, ja, dan word je geduld dus, hè. Dan word je dus ontzettend geduld. Kijk, dit is een beweging. Ja, dat is niks dus verder, maar die man die gaat er gewoon langs. Ja, daar komt weer, daar komt Ras aan. Ja, 3 uur te laat. Zag je dat? Veel te laat. Even zwaaien, maar wel te laat natuurlijk, hè. Let op, ja, gemist. Wel geconcentreerd, wel serieus. Kijk, en geduld, door de benen heen. Ja. Nee, door de benen heen, kijk. Doeg! Door de benen, Ras. Beetje lastig. Elleboogje. Ja. Hier, let op. Let op. En boem, elleboog. Zie je dat? Schop die man helemaal door tweeën. Daar ook. Smerige overtreding. Hier moet je opletten. Kijk. Boem. Hij raakt hem toch wel vrij hard op de enkels, hoor. Nou. Ja, en dan weet hij nergens van. We hebben het gezien. Dit was nou niet, wat we zeggen, topvoetbal, hè? Nee, dat kan je wel stellen, ja. Toch? Dat was niet erg juf van het, nee. Toch niet juf van het, hè? Nee, inderdaad. Maar nou, blijkt toch uit die beelden... Dat dus, valt toch best tegen, ja. Ik zie hem eigenlijk voor het eerst op de televisie, ja. Voor het eerst zie je zelf voetballen. Ja. En dan zie je toch dat het wel, hè? Het valt best tegen, ja. Dat het even minder is dan jij vertelt. Bij deze gelijk zeg ook het tegen denk ik. Pak wordt er hartstikke ziek van. Zie je? Ze wordt er hartstikke ziek van. Ja. Zij wil dat je niet elke week meer vertelt dat je zo goed bent. Voetballen is goed, maar voor de rest, koppen dicht. Er niet over praten. Beloof je me dat? Ja, dat zal ik doen.